In gesprek met Sunweb TV geeft eigenaar van Sportcafé Münder, meneer Jagisser, aan dat hij al enkele dagen bedreigd wordt vanuit social media. Deze bedreigingen zijn gestart na het overlijden van meneer Jamairo Fort, die bekend stond in de samenleving als een vriendelijke hosselaar, maar ook een van de bekendste hosselaars hier in Suriname met zijn bakvies. Wij voeren u terug naar dit gesprek. Als eerst wil ik de familie van Raymond condoleren met het zwaar verlies. En Raymond was een heel bekend figuur hier bij ons in Quetta. Hij kwam vaker ook bij ons en op die bewuste avond van vrijdag op zaterdag is hij nog geweest bij mij. We hebben een gesprekje gehad eventjes en toen is hij weggegaan. Het is triest om te horen wat er allemaal is gebeurd. Oké, over de bedreiging, dat is smaad en laster. Er gaat een bericht op Facebook rond dat ik de zoon ben van de veroorzaker van de aanrijding. De eigenaar van Sportcafé Münder. En met name Sportcafé Münder wordt in een kwaad daglicht gebracht. En ik word met mijn weinig haren dat ik nog heb erbij gesleurd van als vader van de betrokkenen die de aanrijding heeft veroorzaakt. En daarom wil ik het even recht trekken van ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik heb geen zoon die dit gedaan heeft. Ik heb maar één dochter en een lieve vrouw met wie ik al jaren getrouwd ben. Mijn dochter is studerend in Nederland en mijn vrouw, ik woon hier. Dus ik distancieer mij van alles van wat er mij wordt verweten. Ik vind het heel vervelend. Ik wil de persoon die daarmee bezig is ook even vragen netjes. Want ik word steeds gebeld en geconfronteerd met dat ding. Ik heb er niks mee te maken. Alsjeblieft, hou ermee op. En laat mij gewoon mijn werk doen. En Sportcafé Münder heeft er helemaal niks mee te maken. Maar hoe denkt u dat men erop is gekomen om u te beschuldigen van zo'n daad? Dus het ding is in eigen leven geleden, geloof ik. Want toen ik het eerst zag op Facebook, dacht ik dat het een grapje was. Dus ik heb gewoon ook een reactie geplaatst van hey, mijn vrouw en mijn dochter weten nu dat ik een buitenkind heb. Het is gewoon een grap. Maar nu is dat ding in eigen leven geleden. En ze blijven maar doorgaan. Iedere ochtend dan hoor je mensen dan bellen weer van hey, nu is je zoon vertrokken naar Amerika. Daar wil ik daar niks mee te maken hebben. Ik ken die jongen niet eens. De enige die ik ken is Raymond, die hier vaker kwam. En met wie ik vaker gesproken heb. En die jongen was een heel hardwerkende ondernemer. Hij kwam met zulke mooie plannen altijd. Hè. Hij woont een bakfiets. Een kolonie van bakfiets wat we hebben. En hij was bezig met, als ik het goed begrepen heb, met Fernandes. Om zo'n project op te zetten. Dat zou een beetje geld kosten. Ik heb hem toen geadviseerd van nee, begin maar eerst alleen. Tot je uitgegroeid bent, dan kan je verder gaan kijken. Maar ja, jammer. Die jongen is er niet meer. En wat zijn zoal toch wel de bedreigingen die u geslingerd heeft gekregen bij uw hoofd? Ja, dat er... op Facebook las ik dat er gevolgen zijn voor Sportcafé Münder. Wat heeft Sportcafé Münder ermee te maken? Ik ken het hele zaak helemaal niet. Ik ken die persoon die dat gedaan heeft, ken ik ook niet. Ik ben benieuwd wie dat zo geweest is om zo'n jonge gozer dood te rijden. Het is vreselijk. Ja? Dus, ik heb geen woorden voor. Het is vreselijk. Ja. Dus zoals u duidelijk heeft aangegeven, heeft er helemaal niets mee te maken. Wat is toch wel de boodschap dat u wil geven aan de samenleving? Wat heeft duidelijk te kennen gegeven? U bent helemaal niet betrokken bij dit geval. Maar wat is toch die boodschap naar die samenleving toe met betrekking tot het gebruiken van social media? Ik zou zeggen, stop ermee. Hè. Gewoon mensen te gaan beschuldigen, onnodig. Het heeft geen zin. Kijk, ik kon een aanklacht gaan indienen, want ik weet van welke account dat afkomstig is en dat soort dingen. Maar daar heb ik geen zin in. Ik bedoel, hou ermee op. Ik heb er niks mee te maken. En mensen, alsjeblieft, ga niet derde zomaar beschuldigen. Ja? Hou het gewoon netjes op social media. Kijk, dit is een heel kwalijke zaak wat er gebeurd is. En denk aan de familie. Hoe zullen zij eronder lijden? Ik heb er, dit is een bijding wat ik meemaak. Maar wat zal die familie meemaken? Ja? Het is vreselijk. Dus stop ermee alsjeblieft.